Nou, ik ben Bart Wijndels. Ik ben hoofdredacteur van Vrij Nederland. Ik heb 15 jaar bij NRC gewerkt, NRC Media. Bij Next en bij. Toen ik hier de laatste keer was, toen had jij je been gebroken volgens mij. En jij hebt me uitgehoord over NRC Reader, wat een applicatie was die toen ontwikkeld werd door Jelle Prins. Ja, inmiddels hoofddesign bij Uber, geloof ik. Gaat goed met Jelle. Ja. En Thijs Nix, die heeft ze ook bij geholpen. Leuke, die zitten daar nu samen. En ik ben dus sinds 1 januari bij Vrij Nederland, bij WPG. Klassiek, oldschool mediabedrijf. Ja. Hey, en waarom ben je naar een klassiek oldschool mediabedrijf gegaan? Daar zat ik al, hè? Ja, nou ja, maar je maakt zelf het verschil. Ja. Nou, binnen dat bedrijf was jij natuurlijk was jij de vernieuwing, zeg maar. Hè? Ja, en nou, ben je daarom ook gevraagd? Is dat de reden waarom Vrij Nederland jou graag wilde? Van deze titel moet de toekomst in? Ja, er waren en zijn gelukkig bij NRC Media heel veel vernieuwers en innovatie. Mensen die kijken naar hoe moet het verder met kwaliteitsjournalistiek, ook online, digitaal. Ik was er ook een van en op een gegeven moment werd ik inderdaad benaderd door Vrij Nederland van goh, we zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Dus ik zei, oh, nou dan weet ik er nog wel een paar. Nee, misschien. Dat is heel raar, want ik ben opgegroeid met Vrij Nederland en ik had een heel ander soort beeld van Vrij Nederland dan dat daar Bart Wijndels dat even dan de toekomst zou in zou gaan helpen. Ja. Heel raar. Nee, Irine Ferdinandes doet dat. Ja, dus ja. Dat was een heel... onwerkelijke ervaring. Maar het was een heel leuk gesprek wat met die redactie volgde. En ik zei ook tegen ze van, ja jongens, die man met die regia's en die pijp... die dan Derrida gaat zitten lezen in zijn gelambriseerde kantoor, dat ben ik niet. En ook niet degene die dan het morele anker wordt of op die manier zo'n titel gaat dragen. Maar dus je staat een beetje op een kruispunt, want dat is misschien wel niet degene die je nodig hebt. Je hebt misschien wel iemand nodig die zegt, hoe gaan we nou de kwaliteitsjournalistiek van Vrij Nederland online aan een nieuw publiek op zo'n manier tonen dat, ja, dat we daar ook geld mee gaan verdienen. En dat we op die manier kunnen blijven bestaan. Want het gaat, het ging niet goed met Vrij Nederland. Nee, dat is natuurlijk nogal een uitdaging die je bent aangegaan. Een ongelofelijke uitdaging. Ik bedoel, Vrij Nederland, onze generatie kent Vrij Nederland natuurlijk een icoon van de... laat ik maar zeggen, de oude kwaliteitsjournalistiek met Rob Rochte, prachtige... De pont van kwart over zeven. De Republiek der Letteren. Het gaat al jaren heel slecht. Het aantal abonnees gaat in een duikvlucht naar beneden. Ja, vlak voordat jij kwam, van Weekblad naar Maandblad. Ja. En dan stap jij erin. Ja. Ja, dat was ook jammer, vond ik. Dat ik eigenlijk die hele transitie naar het Maandblad... Die had ik gemist toen ze kwamen. Toen was dat eigenlijk al af. Ja. Dat is door Ruud Hollander gedaan. En Ruud Hollander heeft dat prima gedaan, maar ik had het willen doen. Ik had zomaar zeggen een half jaar eerder willen beginnen. En die verandering willen begeleiden. Want dan was het veel meer geweest het uitgangspunt wat ik voor ogen had. En Ruud was een echte blademaker. En ik ben toch meer gericht op die digitale, die digitale ontwikkeling. En dan ben je nog steeds wel een titel. Vrij Nederland is dan een titel, maar het is niet per se een blad. Het is een afzender van dingen die je tegenkomt in je timeline. Of nou ja, waar dan ook, net als jullie, distributed content. Je moet overal zitten. Ja. En daar was ik dan mee begonnen, met dat verhaal. En of je dan een wekelijkse of een maandelijkse frequentie hebt in print, dat is eigenlijk een heel andere kwestie. Ja, we hadden net Wayne Parker Kent, Slaven aan tafel. Ja. Die weet je, online uitgeverij, die zijn helemaal gefocust op online. Dan zie je dat ze zich richten op de niche. Ja. Dat is Vrij Nederland natuurlijk niet echt. Wat is jouw strategie om Vrij Nederland klaar te maken voor de digitale tijdperk? Als merk dan, hè? Want het is niet per definitie meer een blad. Door er een helderder verhaal van te maken. Vrij Nederland is een aquarel geworden. Een aquarel die relevantie en urgentie ontbeert. En wat je online moet hebben is een heldere afzender. Je moet weten waar de titel voor staat. Ja. En het moet urgentie en relevantie bevatten. Dus eigenlijk is het niet zo heel ingewikkeld. Je moet gaan kijken naar je gebruiker. Van wanneer, waar heeft iemand behoefte aan? Wat wil iemand lezen? Welke onderwerpen spelen er? Waar kun je een debat over antemeren dat aanslaat? Dus je moet heel erg gaan luisteren van
waar zitten de onderwerpen? Nou, het interessante is, niet... dat is het grote verschil. Hè? Want Vrij Nederland komt uit de jaren 70. Het VPRO was op zijn grootste in de jaren 70. 1940. Ja, maar dat was, ja. Denk de piektijd. Althans, laat ik zo zeggen, in mijn leven was het toen. Laten we daar even niet op een discussie over gaan. Maar toen was het juist andersom. De redacteuren waren, waren ongetwijfeld een onderdeel van hun generatie. Ja. En bepaalde eigenlijk mede de thema's die speelden. En nu zeg je eigenlijk, en dat is logisch misschien voor deze tijd, maar nu moeten ze eigenlijk veel meer luisteren naar wat ik denk dat die redacteuren dat toen ook wel deden. Ik vraag me trouwens af, als jij nu de stukken uit de jaren 70 leest, of je dan niet met terugwerkende kracht concludeert dat het toch vooral ook een imago-ding was. Dat je je identiteit voor een deel vormde door met Vrij Nederland onder de arm door de stad te lopen. Want de stukken waren soms wel heel lang hoor. En mensen gingen wel heel lang door. Ja, ik had een abonnement. Dus, Ik denk dat onze stukken nu veel beter zijn dan toen. Ik denk alleen dat we minder goed slagen dan toen in het duidelijk maken waarom we bestaan. En daar zit dus een grote uitdaging. Ja. Maar het is ook wel zo dat waar we echt iets hebben laten liggen in de afgelopen 10 jaar, is die online positionering. Om te zorgen dat brengt bij mij gelijk de vraag, hoe ga je dat dan nu fixen? Hè? Want er zijn natuurlijk anderen in dat gat gedoken. Als ik probeer na te denken, ik denk dat ik de typische Vrij Nederland lezer ben/was. Want ik had een abonnement vroeger. Hoe consumeer je ons nu? Ik kijk af en toe op de website. Mm-hmm. Ik heb geen abonnement meer. Maar ik zie bijvoorbeeld dat de correspondent, enorm op jullie terrein zijn gaan zitten. Ja, ze doen wel iets heel anders hè, dan wat wij ambiëren. Ik denk dat, leg dat eens uit. Wat ambiëren jullie dan? Ja, kijk. Op dit moment, ik denk dat de tijd heel erg rijp is voor Vrij Nederland. Dat heeft te maken met wat er in Amerika gebeurt, wat er half in Frankrijk en een beetje in Duitsland aan het gebeuren is, wat er in Nederland ook aan de hand is. Ik denk dat er heel veel, bijvoorbeeld in de democratieën, in de politiek, heel veel dingen aan het gebeuren zijn die roepen om contemplatie, om een actieve bijdrage aan de debatten daarover, vanuit de culturele hoek. Dus ik denk dat denkers, kunstenaars moeten zich gaan bemoeien met het politieke debat, het maatschappelijke debat en ook met de technologische ontwikkeling. Ik denk dat er heel veel door economie gedreven, door winstoogmerken gedreven wordt. Ik denk dat CEO's en techneuten de voortgang voortstuwen. Kijk naar Uber, naar Tesla, naar dat soort bedrijven. En ik denk dat wij als Vrij Nederland, als denkende culturele voorhoede een actieve rol moet gaan spelen. Het debat terugveroveren en weer de culturele inbreng daarin moet gaan doen. Dat is denk ik een hele heldere opdracht voor Vrij Nederland, waardoor jij het ook weer relevant gaat vinden. En uiteraard zorg ik er dan voor dat het op alle mogelijke dragers beschikbaar is. Want dat is je uitgangspunt. Vrij Nederland is daar waar ik ben. Ja. Maar aansluitend, Jan-Willem Sanders vraagt op Twitter, hoe lang verschijnt Vrij Nederland nog op papier? Altijd. Ja, want dat blijft een hele belangrijke drager. Ik denk wel dat de frequentie heel erg afhankelijk moet zijn van de behoefte. Ik denk dat we nu een frequentie hebben die een beetje ingegeven is door een soort... Kijk, een maandblad verschijnt over het algemeen 10 keer per jaar. Hè? Dat weten jullie misschien. Namelijk in de zomer is er een dubbelnummer en in de winter. Vrij Nederland verschijnt nu 16 keer per jaar. Dat is eigenlijk een beetje tussen 2 wekelijks en maandblad in. Daar moet je wat scherper in durven zijn, denk ik. Als je echt een glossy maakt, dan moet je er 10 goede van maken per jaar. Dus dat zou een mogelijk vervolg kunnen zijn. Of je zegt, we gaan gewoon naar een iets hogere frequentie, maar dan maken we het product niet zo gelikt als het nu is. Of misschien dat we maar eens in het kwartaal iets heel moois maken iets waar je echt dat je maanden op je koffietafel laat liggen. Dus je moet iets met die print, omdat die print is een cadeau. En dat is prachtig dat wij 15, 17, 18.000 mensen hebben die maandelijks op die manier met ons in contact komen. Dus je moet daar echt mee doorgaan. Het wordt ook heel erg gewaardeerd. En het is ook bijvoorbeeld een manier om je te onderscheiden van een product als De Correspondent, wat weliswaar boeken uitgeeft, maar niet op die manier een frequentie. Het mooie was toen ik in jullie site ging kijken. Aan de ene kant voelt het een beetje als iets van vroeger. Tegelijkertijd hou je natuurlijk in de gaten wat mensen belangrijk vinden. Bij jullie is
zijn puzzels heel belangrijk nog steeds, zag ik. Het juli nummer zit een puzzelboekje, ja. Ja, maar ook bij jullie site staat echt prominent linksbovenin puzzels. Ja, maar dat is ook omdat je na 25 jaar samenwerken met Jelmer Steenhuis niet ineens kan zeggen van... dus het is niet zo. Ik dacht, misschien is deze groep heel veel aan het puzzelen. Dat kan toch? Ik heb toen ik begon gezegd van, we kunnen twee dingen doen. We kunnen een product maken voor babyboomers. Of we kunnen een product maken voor 30 tot 50 dat geweldig gevonden wordt door babyboomers. Ik wil dat laatste doen. Dus mijn focus zit niet op die puzzel. Mijn focus zit op dingen maken die 30ers, 40ers, 50ers nu relevant vinden. En dat kan allerlei nieuwe journalistieke vormen zijn, maar niet per se het cryptogram. Is het een blad voor de elite? Vraagt Jochem Kolen ook. Die zegt, gisteren hoorde ik iemand zeggen dat fact-checking ter voorkoming van fake news echt iets voor de elite is. Is dat zo en is Vrij Nederland elitair? Meer dan 50% van de Nederlanders is hoger opgeleid. Ik geloof niet dat wij een product maken dat voor maar een heel klein segment van die hoger opgeleiden is. Ik denk dat alle Nederlanders die geïnteresseerd zijn in wat er in de wereld gebeurt, daarvoor hoef je niet een hoge opleiding te hebben, maar moet je gewoon interesse hebben en een beetje slim zijn. Een vorm van engagement hebben met die wereld. De vraagstukken die er leven, ja, op zoek zijn naar antwoorden daarop. Hoe moeten we verder met de democratie? Hoe gaan we die vormgeven? Hoe kijken we naar de toekomst van werk? Het klimaatvraagstuk. Het zijn allemaal ontzettend interessante vraagstukken. Maar je moet ook wel goed nadenken van what's in it for me, dat als gebruiker. Dus dat je het ook betrekt op het individu. Dat werkt. Dat is natuurlijk ook een beetje wat we ontdekt hebben door 10 jaar op internet te publiceren. Dat je, dat is gewoon cruciaal. Dan gaan mensen nog net iets verder. Maar ook die grote problemen. Ja. We hebben een filmpje van Roxane van Ypres online gezet. Ik ben nu begonnen met een soort gesproken columns. En dat gaat dan over hoe de grote fossiele brandstofproducenten eigenlijk de vooruitgang een beetje tegenhouden in die energietransitie. Ja, dat is dan gewoon echt ruim een miljoen keer bekeken. Dat, dan denk ik van ja, hier heb ik dus de kwaliteit van Vrij Nederland gekoppeld met de inzichten die ik in mijn vorige klus voor NRC Media met Mindshakes heb gekregen van over hoe je video op zo'n manier op sociale netwerken kunt verspreiden dat mensen erdoor geraakt worden en dat ze blijven kijken. Die twee inzichten combineren, dan kun je dus inderdaad die 30er of zelfs die 20er met kwaliteitsjournalistiek bereiken. Maar met voor een papieren tijdschrift zijn alle mensen ook nog heel erg gewend dat daar je abonnement bij hoort. Hè, en dat je daarvoor betaalt en het bedrag wat je daarvoor betaalt. Hoe zit dat bij jullie? Zoals je zegt, het papieren gedeelte zal altijd blijven bestaan. Ja. Maar je probeert online groter en sterker te worden. Ja, ik wil het abonnement verkopen op de site. Ja. En vervolgens krijgen ze er een printproduct bij. Het is de upsell vanaf het digitale abonnementen. Het was mijn belangrijkste vraag toen ik begon. Ik zag NIS1 dat de correspondent erin slaagde om een businessmodel met kwaliteitsjournalistiek online te doen. Interessant, maar wel een heel atypisch verhaal. Ik weet nog dat die avond dat ik bij jullie was, was Rob Wijnberg en ik zat op de achtergrond wel Rob met jou aan het praten. Precies zagen wanneer ze die grens haalde. Precies, terwijl hij met jou zat op de 15.000... Hij had wel een beetje te maken met lichte exposure bij DWDD. Dat is niet makkelijk herhaalbaar. Dat is niet heel makkelijk. Nee. Het is niet zo van dat gaat ons ook lukken, want wij gaan ook een half uur bij DWDD zitten. Ja. Dus dat vond ik niet een... Maar mijn grote vraag is, van zijn mensen bereid om voor kwaliteitsjournalistiek te betalen als ze zeggen eigenlijk heel veel ook gratis kunnen krijgen? En het antwoord erop is ja. En dat heeft te maken met het diepe inzicht dat eigenlijk gewoon bestaat bij de gemiddelde Nederlander, dat journalistiek geld kost, dat onafhankelijke journalistiek nog meer geld kost en dat je, als je dus een heldere belofte doet aan je potentiële abonnee of bij de correspondent heet het dan je potentiële lid, dat je dan op sympathie kunt rekenen. En, ga je nu dat ook zo doen? Want ik vind het een hele slimme strategie. Maar een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik ben op dit moment geen lid van de correspondent. Maar ik volg wel een aantal nieuwsbrieven.
Ja. Dus ik krijg van Marc Chavan en van anderen. Ja. Weet je? En op een gegeven moment krijg je dan toch een ongelooflijk slim mailtje vanuit de correspondent. Van nou ja, weet je, het is allemaal van harte gegund. Dit is ook ons uitgangspunt. Ja. Maar je profiteert nu alweer een jaar van alles, alles wat we gratis verspreiden. Zou je toch niet een keer willen overwegen om lid te worden? De toon was goed, de timing was goed. Weet dat je, is allemaal heel belangrijk. Wat je ook wil gaan proberen? Waar Vrij Nederland met andere woorden, geen paywall bij jullie? Of die zit er nu niet. Nee. Een diffuse paywall? Nou ja, ik vind dat mensen kennis moeten maken met je product. Ja. Je moet niet een hek neerzetten en zeggen van wij zijn fantastisch. En dokken als je het wil weten. Ja. Dat is niet, zo werkt het niet. Dus je moet kennis kunnen maken met het product. Alleen de manier waarop, dat is een vak. Ja. Lezersmarketing en retentie uiteindelijk. Ik ben ook in Parijs geweest bij Mediapaar, waar eigenlijk ze daar begonnen zijn. Hè, de oud-hoofdredacteur van Le Monde met een online titel. En hoe kun je nou, zullen we zeggen, mensen op die manier... ze waren heel trots op hun retentiecijfers. Dus hoeveel procent van de mensen na een jaar weer opnieuw een abonnement nemen. Ja. Die lagen toen op 70%. Moet je nagaan hoeveel werk het is voor veel mediatitels, want meestal is het lager. Ja. Meestal stapt gewoon de helft op elk jaar. Dus dan moet je de helft er weer bij zien te markten. Dus het is een heel ingewikkeld proces. En als je dat goed beheerst, laat ik het anders zeggen, als wij bij Vrij Nederland 50% daling kunnen hebben in de uitstroom, dan... Nou, dat is mega. Ja, dan hoeven we in ieder geval ons nergens meer zorgen over te maken voorlopig, qua business case. Dus dat zijn wel hele cruciale elementen. En dat je dat product ook op die manier bekijkt. En dat ik dus als hoofdredacteur eigenlijk ook heel erg die uitgeefverantwoordelijkheid voel. En die ja, want dat vond ik ook nog een interessante. Want die scheiding is ook een beetje, als ik jou zo hoor, bestaat hier niet meer. Hè? Want, nee, maar het eerste wat ik deed was dat is ook wel van deze tijd. Maar vroeger was een hoofdredacteur die zorgde dat de stukken goed waren. Ja, er stond een dikke muur tussen en daar zat ook een gedachte achter. Ja. Dat is ook geen gekke gedachte. Hele concrete idee over distributie, over het businessmodel, over al die dingen. Ja. En ik denk dat dat ook echt hoort bij de rol van een moderne hoofdredacteur. Omdat ik niet geloof dat je die dingen zo moet scheiden. Omdat jij als gebruiker die dingen ook niet scheidt. Als jij op de frequently asked questions komt, dan wil je niet dat daar ineens een DT-fout staat, omdat de eindredacteur van Vrij Nederland niet de moeite heeft genomen om de frequently asked questions te bekijken. Dus dat is onze verantwoordelijkheid als redacteur. Wij zijn dat hele product. Dus ik schrijf brieven aan alle, zo moet zeggen, dat is een AB-test. Dat vinden we heel leuk. AB-testen, dat geeft inzicht. De helft van de proefabonnees van Vrij Nederland krijgt na 2 nummers van de 3 een brief van mij van hoe bevalt het, dit en dat. En daarna moeten ze gaan besluiten of ze blijven. En ik zit dus te kijken van, wat werkt nou? Hè? Zijn mensen dan blijer als ze persoonlijk door de hoofdredacteur benaderd? Ik krijg brieven terug en daar antwoord ik weer op. Ik vind dat heel leuk en voor mij brengt het heel veel inzichten. Maar het is ook een manier van klantenbinding. Het is ook een manier van ontdekken of dat gewaardeerd wordt. En zo doen we heel veel verschillende dingetjes om te kijken of we die band met de lezer en de abonnee stevig kunnen houden. Zodat ze niet massaal weglopen omdat wij daar geen moeite voor hebben gedaan. Dat is heel stom. Ja. En zonde. Steek, we moeten een klein beetje gaan afronden. Heb je nog een vraag? Ja, eentje van Twitter nog, van Jan-Willem Sanders. Hij zegt er met nadruk bij, puur neutrale vraag. Hoe kijk je aan... Dan moet je altijd uitkijken. Ja, nu staan alle alarmbellen gaan nu rinkelen. Hoe kijk je aan tegen Follow the Money? Daar heb ik heel veel waardering voor. Waarom? Omdat zij erin slagen om journalistiek, onafhankelijke journalistiek te bedrijven met alleen maar een online aanwezigheid. Ze hebben een prachtige, met Keizer, een prachtige scoop gehad eigenlijk. Een heel mooi, echt een klassiek journalistiek succesverhaal. Ja. Nu is Erik natuurlijk ook de bedenker van Follow the Money. Heeft ook echt zijn sporen al verdiend in het verleden, in de klassieke quote, dat soort media, de klassieke journalistiek. Maar hij slaagt er dus in om het op een of andere manier rond te breien. Ik ben hem wel verdacht vaak tegengekomen bij subsidieclubjes waar ik dan voor mijn check. Daar waren we een beetje elkaar aan het concurreren om de subsidiecenten. Maar hij doet het nu volgens mij helemaal zonder subsidie. En met een flinke boost van proefabonnees door die scoop van die VVD-scoop. Ja, hartstikke goed. En waarom werkt het nou? Omdat hij een heel duidelijke niche bedient. Ja. Het is zo helder. Absoluut. Ja. En wij doen weer iets anders, want wij gaan dan vanuit die culturele, vanuit het culturele perspectief. Hij doet het vanuit het financiële, Follow the Money, vanuit het culturele. Ja.
Super, hey, ontzettend bedankt. En we vragen jullie natuurlijk nog eventjes een applaus voor... Hartstikke bedankt.